De toepassing en uitoefening van de rechten van het kind begint in het gezin. Dit haalde Jaap Doek, professor familie- en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gisteravond aan tijdens de lezing Jeugd, Jongerenparticipatie en Climate Change in het IGSR-gebouw op het Adekus terrein. De professor legde uit dat het recht van een kind om deel te nemen aan besluitvorming binnen het gezin wordt gestimuleerd, wanneer kinderen hun mening kunnen geven. Hij baseerde zijn betoog aan het kinderrechtenverdrag. Binnen dit verdrag is volgens hem ook de rechten van de ouders opgenomen om hun kinderen te verzorgen en op te voeden. En daarin mag de overheid niet ingrijpen tenzij dat in het belang van het kind noodzakelijk is. En een onderdeel van het recht van ouders is ook de verplichting om hun kinderen een passende begeleiding en leiding te geven bij de uitoefening door de kinderen van hun rechten in het verdrag. Professor Doek benadrukte dat de participatie van kinderen niet uitgesloten mag worden. Op haast elk gebied is de participatie van kinderen vereist volgens het kinderrechtenverdrag. De professor zegt dat ouderschapstrainingen en onderwijsprogramma's bevorderd moeten worden in besluitvormingsprogramma's. Ook is participatie binnen het onderwijs van belang. Participatie in het onderwijs, daar is het comité heel duidelijk in. Er moet een regelmatige deelname zijn van kinderen in besluitvormingsprocessen. En dat kan onder andere bereikt worden door studentenraden, studentenvertegenwoordigers in het schoolbestuur, in comité's waar ze hun mening kunnen uiten, vrij, over de ontwikkeling en implementatie van beleid en gedragscodes. Ook worden de regeringen aangemoedigd om onafhankelijke studentorganisaties te ondersteunen en kinderen bij te staan in de goede uitvoering van hun participerende rol. Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten organiseerde deze lezing in samenwerking met de studentencommissie van de faculteit der Juridische Wetenschappen.